Peekaboe. Hallo. Ik ben het monster. Het monster in je muren. Vandaag spelen wij weer Spider-Man 2. Smash eventjes op die like als jij graag voor een dagje Spider-Man zou willen zijn. In de vorige video is er echt een hoop gebeurd. Heb je die video nog niet gecheckt? Check hem dan eventjes via de link in de beschrijving. Peter is helemaal crazy geworden. Heeft MJ bijna vermoord. Peter heeft nu ook hele rare kreukels over heel zijn pak. Miles is opgepakt door een of andere random hijskraan dude. En hij zit nu ergens in de gevangenis bij Kraven. Het is echt flipping lijp. Dus here we go. No, I'm sure he's fine. But give me a call if you see him. Thanks, dude. Miles. I've been calling you. There I am. I'm Spider-Man. In plaats van I'm Batman. Has been hunting Lee. I'll find him. Peter is so badass geworden. I love it. I said I'd find him. I've got this under control. All Miles talks about is how to be a better Spider-Man. Not school, not his friends. Priorities. How to help you. Go help him. Probeer me nou te imiteren. Flipping badass Spider-Man, Mr. Badass. Ik hou echt van deze Peter, oké? Hij is een beetje onaardig, maar dit is gewoon lekker zakelijk. I'll find him. En dan gewoon niks meer zeggen. Ik hou ervan. Lekker edgy. Oh, wat? Oh, Miles zit ook echt daadwerkelijk in een kooi. Dat had ik niet echt verwacht. Ik dacht, hij wordt gemarteld of zo, maar hij zit gewoon echt in de gevangenis. Maar Spider-Man heeft natuurlijk superkrachten. Dit is easy peasy. Wow! Wat? Oh, er zit echt een heel laser grid. Wat heeft dat nou weer voor nut? Het is gewoon een lava-pool neer of zo, weet ik veel. Die lasers moeten heel de dag aanstaan. Security. Ze zitten de cellen ook hier, wat raar. Ja, dus als je ontsnapt, dan kan je alleen maar naar beneden. Oké, okay, ja, ik snap oprecht niet waarom deze laser grid hier zit. Ik probeer oprecht de logica van Kraven uit te vogelen. Maar misschien heeft Kraven dit niet eens bedacht. Ik denk dat de jagers dit hebben bedacht, want het is zo'n achterlijk idee. Oké, okay, zo te zien moet ik... Oh, nee. Oh, sorry. Ja, nee. Zo te zien moet ik deze dingen dus naar beneden trekken om alle lasers te blokkeren. En dan kunnen we naar beneden springen. Oké, okay, dat was echt super makkelijk. Even serieus. Het voelt een beetje alsof ik hier in een val word gelokt. Het voelt allemaal een beetje too good to be true. Wat? We zitten ook ineens gewoon in een dungeon nu. Dit is ineens echt een hele switch. Het voelt echt alsof we in een horror game zitten of zo. Ja, dat vond ik ook al in de vorige video en de video daarvoor. Maar ja, dit ook weer. Nu ook weer. Oh, wat is de cel van Scorpion? No way dat hij hier ooit heeft gezeten. Even serieus. Want hij heeft dat pak gewoon nog aan. De cel ziet er best wel normaal uit. Oh, en wat Martin Lee heeft hij ook gezeten? Ja, vast. Kijk deze cel. Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik echt niet. Nee, dit voelt een beetje als een val. Dat ik denk, oh, Martin Lee is hier. Ik moet hem zoeken. Oh, ik moet snel zijn. Oh, wat is dit bloed? Oh, godverdamme. Yo, de lore. Dit is de Spider-Man lore. Het voelt echt als een horror game. Dat vind ik leuk. Oh, zit hier mijn horloge in en mijn telefoon? Of zijn die al gestolen door de guards? Wat is dat? Een spuit, een gebruikte high-tech spuit. Oh, hey, Dima! Yo! Hoe gaat het, buddy? Oké, shh, nee, shh. Be a good boy. Ja, ga maar liggen, schattenbout. Ik ga weg, sorry, Dima. Sorry, geniet maar van je stukje vlees daar. Ja, toedeloe. Sorry, ik ben een beetje verdwaald geraakt. Weten jullie waar de dichtstbijzijnde uitgang is? Ik voel me nog een beetje vaag in mijn hoofd. Ik ben net wakker geworden in een cel. En ja, ik vraag me af hoe ik hier wegkom. Luisteren jullie wel? Hallo? Nee, oké, ik denk niet dat ze luisteren. Oké, we hebben hier drie dudes. Staat die dude nou achter... Wow, wat? Oh, wat? Nee, ik dacht dat hij achter die crate stond. Of achter de muur. Maar nee, hij staat er gewoon voor. Oké, we kunnen gewoon daarin, I guess. Zo. Hallo, ik ben ontsnapt voor als je het nog niet wist. Ik weet niet waarom niemand de wacht hield of zo. Dat lijkt me toch nogal logisch. Het is nogal dom. Je hebt een super sterke... radioactieve spinman hier. En die verdedig je niet. Daar kijk je niet naar om. Waar kom jij ineens vandaan? Ik heb het gevoel dat ik jullie al doodgemaakt. Oh, wat? Hier liggen Oscorp dingen. Ja, wat hebben ze inderdaad aan Oscorp dingen? Dat zijn die spuiten. Ja, Oscorp heeft heel veel dingen. Ontwikkelt heel veel dingen. Dus ik weet niet echt wat het allemaal is. Oké, okay, oh crap. Ja, nu gaan we echt guns blazing. Dat is dom. Yo, dit wordt echt gewoon een hele death run of zo. Wanneer komen er ook bijlen overzwaaien? Jeetje mina, dit is cliché. Ja, maar dit is toch gewoon een soort spel of zo. Dit is niet legit. Hoezo zou je een hele rare death run maken als je ook gewoon een goede cel kan maken? Snap je wat ik bedoel? Het is een trap. Oké, okay, hallo, waar zijn de enemies? Oké, okay, dat is misschien wel erg extreem.
Of wat is een gaskamer? Wat? Yo! Dat kan je niet maken! Craven is gek geworden! Oh, de generators. De generators. Ik kan het echt niet zeggen. Generators. Yes, oké, okay, wat doet dat? Oh, wat? Dan gaan de waaiers de andere kant op. Dat is niet hoe dat werkt, denk ik. Oké, okay, wat nu? Oh, hier naar boven. En dan deze. Oké, okay, en dat was het. Wat was een slecht idee? Uit je cel gaan? Dat lijkt me niet. Wat beweeg ik raar? Wat gebeurt er? Zagen jullie dat? Dat was echt amazing. Ik bewoog ineens in slow-mo. En daarna ging ik ook heel raar zweven over de muur. Dat zag er echt heel erg grappig uit. Oké, okay, dat was hem. Puzzle complete. Ik ben een badass. Oké, okay, en nu? Oh, wat? Hoezo staan hier ineens random dudes bij een kampvuur? Oh, oeps. Oké, okay, ja, nu... nu gaat het alarm wel af. Ben ik bang. Oké, okay, de parry is mislukt. Sorry, ik moet even inkomen. Nou, we genezen gewoon eventjes meteen. Hoppa, kettingbliksem. Oh, dat is geen kettingbliksem. Dat andere ook goed. Ik noem alles kettingbliksem van Miles. Zo, tegen de muur aan. Die. Wow, wat? Wow. Ik dacht dat ik die hond tegen de muur aansloeg. Maar ineens stond hij de andere kant op. Wat gebeurt er allemaal? Oké, okay, deze eventjes gooien op iemands hoofd. Nu eventjes doortje. Niet daar naar boven gaan, want dan word je geëlektrocuteerd. Daar wilde ik ook niet eens heen gaan. Ik wilde naar die gaan. Oké, okay, deze eventjes gooien. Hoezo gooien ze zoveel stinkbommen? Heel irritant. Oké, okay, hier naar boven. Die. Eentje hierheen. Eentje naar boven. Au, ik word weer geraakt door mensen met een flipping shield. Ik voel me echt een amateur. Oké, okay, hier naar boven. Yes, eventjes kettingbliksem. Oké, okay, nu gewoon eventjes alles spammen en dan zijn we klaar. Oké, okay, deze spammen. Deze spammen. Hoppa. Yes. Oké, okay, lekker bezig, Miles. Nu zijn er nog maar twee, volgens mij. Deze is dood. En dan... Oh nee, dit zijn er nog drie of zo, volgens mij. Wow, wat is dat? Oh, dat is een brute. Nee. Ik heb nu geen zin in een brute. Oké, okay, wacht. We moeten eerst eventjes de andere dudes killen. Brute is op zich niet heel lastig, maar wel als er andere dudes zijn. Wow. Oké, okay, eventjes daarheen. Ja, deze killen. Oké, okay, ik ben blij dat jullie ook zelf in de lucht zitten. Jullie vliegen ook rond als Spider-Man met jullie grapple hooks. Hoezo proberen jullie mij te imiteren? Vinden jullie mij stiekem cool? Ik kan hier gewoon een donderknal doen. Boom. En deze doen. Boom. En dan is hij al bijna dood. Dat is echt grappig. Heeft hij helemaal armor aan en een schild en een speer. En dan kill ik hem gewoon in één keer. Boom. Get parried, kid. Get parried. Auw. Deze. Please. Step. Ruff. Hoezo is hij nog steeds niet dood? Ik zwem nog al mijn abilities om hem. Deze, zo. En nu is hij wel dood, toch? Nog steeds niet! Even serieus, hoeveel HP heeft deze brute? Oh ja, klim maar rustig over die rots. Eindelijk, het duurde even. Oké, okay, moeten we nu hierheen? Yep, oké. Hoeveel die kampvuurtjes? Is het echt zo koud hier? Dat ervaar ik niet en ik zit in een heel dun rubber pak. Nou, dat valt ook wel weer mee. Je loopt er echt 5 minuten in rond. Waar ga ik heen? Waar ga ik heen, hè, volbrecht? Ja, hoezo doen ze je masker inderdaad niet af? Hoezo had je je kleding ook nog aan in die cel? Wat lief. Wat lief van ze. Je had ook nog je webshooters. Hoezo probeer je ook constant Genki te bellen? Of course heb je geen internet onder de grond. Oh, nu ben ik weer hier. Wat? Huh? Wat doe ik? Hoe ben ik hier beland? Heel weird. Ben je hierheen? En dan naar boven? Oh, hey, hier. Wat? Huh, dat was echt heel weird, eventjes. Peekaboo. Hallo. Ik ben het monster. Het monster in je muren. Ze zijn hier achter ook lasers. Dat slaat echt nergens op. Ja, oké, okay, dit moet een trap zijn. Ik word gewoon verwacht hier. Craven heeft wat throwaway dudes neergezet, zodat het wat echter lijkt. Want wie verdedigt ook een flipping Spider-Man met 3 mensen... En die moesten er dus voor zorgen dat ik niet zou ontsnappen. Dat is gewoon een trap. Dat is gewoon een trap. More hunters. Oké, okay, kom maar even bij papa. Yep, dankjewel. Oké, okay, nu kan jij. Kom maar bij papa. Hallo? Ja, dit is zo'n rare animatie. Ik hou hem vast bij zijn nek. Zeg maar zo. Zo. Dat kan niet. Oké, okay, dan moeten we nu even jullie pakken. Okay, jou kan ik zo meteen pakken. Hoezo ben je nog gevaarlijk? Veilig. Kom maar hier. Yes.
Dan ben jij de laatste volgens mij. Maar ik ga het niet wagen, hè. Kom maar hier. Dankjewel. Zijn ze Pete aan het stalken? Oh ja. Wat? Oh, wat is dit? Oh, dat was toen bij zijn huis. Yo, enge stalkers, man. Raven is echt raar. Oh nee, zijn dit weer Edgelord Craven tekstjes, berichten? Hun tranen die van de sterren vallen, omdat ik heb gedaan wat hen niet lukte. Dit ligt gewoon hier random, hè? Gewoon hier waren net jagers. Luisteren die naar dit bericht voor motivatie, voor inspiratie of zo? Hoezo ligt dat hier? Dit bericht heeft letterlijk nul nuttige inhoud. Oh, wat? Hier is ook weer een hele party. Hoezo kan ik jou niet pakken? Oh, oeps. Oké, ik ben er niet. Ik ben alleen maar een man die op een plafond zit. Was die veilig? Die was echt net veilig en ook weer net niet. Naar boven. Ben jij veilig? Veilig. Hij switcht zo snel tussen veilig en gevaarlijk. Dat vind ik echt niet leuk. En hoezo blijf je zo laag? Wacht, kan ik dit doen? Boom! Hoezo zie je mij? Hoe kan dat? Hoe kan je nou mij zien? Zag je misschien de webjes die van de pijpleiding naar mijn handen gingen? Dat zou heel goed kunnen. Oh, oké. Het wordt iets te druk. Ik ben een introverte Spider-Man. Ik vind het niet leuk als ik zoveel aandacht krijg. Dus please, sterf. Sterf. Wow, get dodged. Die tegen de muur? Hoezo is die niet tegen de muur? Oh crap, er zijn allemaal dudes hier. Nee! Oké. Eventjes naar boven. Oké, ik wil niet dat die dude mij aanvalt hier in de lucht. What the fuck? Hoezo ga je ineens naar beneden, bro? Wow. Oké. Spider-Man gaat ineens naar beneden en ik vind het heel irritant. Oké, eventjes één keer de parry. Oké, deze nu in de lucht. Oké, die zit nu daar tegen de muur. Au. Crap, dit is echt super irritant. Het is zo irritant als er een brute is. Als er ook nog 700 andere enemies zijn. Het is echt heel irritant. Oké, nu spammen we eventjes dit. En nu dit. En dit. En dit. En dit. En dit. En dit. Oké, en nu moeten we even opletten. Auw. Oh ja, nee. Oké, dat was een goede parry. Jeetje mina, dat was close. Anders was ik gewoon dood geweest. Hoppa. Yes, nog een parry. Oké. Toedeloo, ga maar eventjes dood. Oeh, die was nice. Op het einde van de combo ook. Het voelt zo goed om jullie zo te zien. Zo helpless tegen de muur aan. Meneer, stop eens zo met friemelen. Ga eens even stilzitten. Ik wil eventjes lekker met u praten. Over de good old days. Oké, ja, nee, dit is heel ongemakkelijk. Ik ga maar even weg. Sorry. Dit vindt die man niet leuk, denk ik. Wie heeft dit hier neergelegd? That looks like an exit. Waar? Oh, dat. Hoezo is hier ineens licht? We waren net onder de grond. En hoezo is daar weer een tijgerkop? Wat? Wat is dat? Is dat juist het slot? Natural lights never look so beautiful. Nee, dat dacht ik ook al. Het ziet er echt te goddelijk uit. Het zou me niks verbazen dat als ik hier sta en lang genoeg wacht, dat gewoon Jezus daar door het raam breekt. Maar nu ga ik als eerste. Oh crap. Okay. Wat? Oh nee, serieus. Nee. Oh, gelukkig, ik hoef niet te vechten. Dit is echt goofy. Zijn jullie drugged out? Wat doen ze allemaal? Ze doen allemaal dit. Oeh. Dankjewel. I'll see myself out. Have a nice day. Mag ik er langs? Bow before me. Het is een soort colosseum, een arena. Een battle arena, weet ik veel hoe je het wil noemen. Oh crap. Is dat het publiek? Of moet ik tegen die mensen vechten? Oh nee. Ik heb hier geen zin in. Spookdeuren. Doe alsjeblieft normaal. Hey! Dankjewel, Craven. Ja, heeft Martin Lee gewoon naar me toegebracht. Oh, en hij zit er ook zelf gewoon. Waren ze heel de tijd op mij aan het wachten? Dus als ik nog gewoon een paar uur lag te slapen, dan waren ze hier gewoon voor een paar uur. Oh!
With pleasure. Dankjewel, Kraven, dat je dit hebt geregeld voor mij. Fight to the death, of course. Oh, het is een soort van battle royale-achtig. Dat je constant mensen moet blijven doden om zelf in leven te blijven. Maar dit is het einde van jou, Martin Lee. Oh, gaat dit de eerste keer worden dat Spider-Man iemand doodmaakt? Waarschijnlijk niet, want dat is nooit zo. Wat is dit? Oh, nee. Oh, het wordt een boss fight. Oké, sorry als ik weer super lang stil ben tijdens deze boss fight. Waarschijnlijk knip ik dan ook het meeste eruit. Maar ja, ik moet een beetje zwetten, want deze dingen zijn best wel lastig. Oh, dit zijn horizontale aanvallen. Jeetje, man. Dit lijkt gewoon op Sekiro. Straks ook met parryen waarschijnlijk. Wanneer kan ik jou aanvallen? Oké, dit ziet er nogal redelijk easy uit, maar waarschijnlijk moeten we hem echt 5 keer verslaan, net zoals Scorpion. Of Scorpion, de lizard. Dit ziet er oprecht best wel makkelijk uit. En ik kan hem ook gewoon normaal aanvallen, dat vind ik echt chill, want dat was niet bij die lizard. Dat is zo irritant. En ook bij die brute, die kan je alleen met parry doen, maar deze gast kan je gewoon aanvallen wanneer hij niks meer doet. Oké, even kettingbliksem, even deze doen, ook deze. Boom. Oké, okay, kijk. Oh, dat is echt insane damage. Oh, dat is nice. Hoppa, easy. Oké, okay, dat is blijkbaar altijd een 2-keer combo. Het is echt best wel makkelijk. Oh, dat was hem. Nice. Kom maar hier. Kom maar hier, Martin Lee. Oude zak. Ga in je graf, bro. Wat zit Kraven trouwens mij ook heel de tijd te shit-talken? Even serieus. Het is toch duidelijk dat ik aan het winnen ben. Dat is echt duidelijk. Dit is gewoon een oude man die toevallig wat demonische powers heeft. Maar hij is echt super slecht in vechten. Ik ben gewoon met vuist aan het vechten. En hij heeft een zwaard met gekke, ja, gekke powers. Ik ben alleen gewoon heel sterk en heel atletisch. Hoppa, easy. Get owned, kid. Get owned. Uninstall. Boom. Oh, dat is hem nog niet. Misschien met de finisher. Hier. Boom. Yo, nu ben ik echt cocky aan het worden, gast. Ik gebruik gewoon een dubbele finisher. Heb ik ook geen heals meer. Maar ja, dat was hem. En dan... dan verpest je het ook gewoon weer, Miles. Ik heb het de hele tijd flawless gedaan. En dan verpest je het in echt een halve seconde. Verdorie, Miles. Verdorie. Hey, gelukkig heb je wel de spirit. Daar ben ik wel blij mee. Je moet uitzien op die wraak, bro. Wat is dit? Is dit niet tegen de regels in? Hij spant gewoon een rare demon in. Oké, okay, en hij heeft nu ook een gare cirkel. En ik heb blijkbaar geen venom powers. Zijn Miles dat nou? Oh, nee. Oh, nu weer wel. Maar ja, ik heb die allemaal al gebruikt. Oké, dat moeten we dus niet meer doen. Kan ik er zo... oh, waarschijnlijk kan ik alleen met Venom Powers er doorheen. Hoppa, get on, Martin Lee, get on. Woep. Woep. Oh! Oké, dat is nieuw. Dat is nieuw. Daar was ik niet ready voor. Oh, die was insane. Wow. 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 Woep. Hoppa, I caught you, buddy. Je reflexes, die zijn te shit. Gooit hij nu een parry? Yup. Dat had ik al verwacht, dat is een nieuwe wombo combo. Woo! Oh, die is nice. Nu moet ik even deze gooien. Boom op je hoofd, boom op je hoofd. Dan kunnen we nu nog een keer waarschijnlijk. Wow, je wordt echt geshit, man. Er wordt echt op je geshit hier. Woo! Ik kick je ass, oude opa. Boom! Hier, ik hoef geen 1 heal te gebruiken. Oké, nu heb ik geen focus meer. Even opletten. Hij is 1 AP. Oh. Oh, dat hoort erbij. Hallo, Kraven. Stop het spel even. Dit is heel oneerlijk. Hoezo krijg ik geen... weet ik veel wat. Oh, oké. Dat zijn weer die tornado's. Ik snap die tornado's echt voor... wat? En ze dansen nu ook ineens. Oké, die tornado's snap ik echt geen reet van. Oké, gelukkig. Gelukkig. Dan hebben we weer even een makkelijke fight. Oh, wat? Oh, nee. Dit is het. Yo, Martin Lee, kill hem. Pak het zwart. Boom. Kom op, Miles. Dit wil je al heel de tijd. Doe het. Lekker bezig, gast. Echt dik mis. Oh, serieus. Nee, nu gaan we in zijn dimensie vechten waar hij de regels kan bepalen. Yo, dit is letterlijk tegen de regels in. Het moet in die arena plaatsvinden. Niet in een of andere mind place. Wat? Yo, en Martin Lee is ineens een of andere skinny demon. Oké, dit is weird. Ja, dat betwijfel ik. Het voelt heel erg echt. Admit your defeat, bro. Hoezo ben je ook zo'n rare demon? Dit is echt een heel goofy stuk.
Hoppa. En ik ga door hem heen. Dit is echt een heel weird stuk. Ik snap het niet echt. Miles, doe even normaal. Oh, yo. You don't get it. I mean, I tried. I tried to teach you, to make you into a hero. I knew you'd always be second best, but... Miles, denk je oprecht over deze dingen na? Is dit oprecht hoe je over Peter denkt? Denk je echt dat Peter zo over jou denkt? Ja, op het moment wel, maar normaal gesproken niet. Spider-Man helps people. Het is echt sad. Kom op, Miles, get your shit together, bro. Hey, whoa, don't shoot the messenger here. It's not even me you're letting down. It's your dad. Gaat hij weer alles zo op mijn vader pinnen? Ja, kom op. Ga even man-to-man even vechten. Yo, wat was dat? Ik zag ineens de kont van die demon. Dit is echt zo'n weird stuk. Oh, Genki gaat ineens nu arrogant doen. Genki is letterlijk voor niks nuttigs. En gewoon dat baan over van Peter. Oké, en nu moeten we weer Skinny Spider-Man vechten. Dit is echt super Omega Goofy. Oh ja, tuurlijk. tuurlijk. Bro, je zit alleen maar op je luie reet achter je computer. Thuis. Oh, hallo. Deze animatie is zo weird. Je hebt zeg maar zo weinig feedback in dit stuk. Qua audio en zo. Die demon komt, maar die demon voelt helemaal niet sterk of zo. En hij doet dan raar mijn hand zo in hem glitchen. En dan zit ik half in zijn maag en half in zijn voet. En dan ga ik naar een volgend stuk. Ik ben hier, blinde. Oh, auw. Nou, daar ging mams. Yo, dit zijn echt goofy stukjes. Je moet er ook niet te veel naar luisteren. En ook niet te erg opletten, want dan word je echt gek. Ga je zelf in een acid trip. Oké, daar gaan we weer. Dit is echt super weird, Martin Lee. Wat ben je allemaal aan het doen, bro? Ik moet gewoon vechten als een echte man. Oh, no. Martin Lee gooit de dead kaart. Hey there, big man. Oh, ik dacht dat je zou zeggen... Ik heb je altijd al gehaat, mijn zoon. Maar nee, dat zou te overdreven zijn. Yep. Ze zweeft hij zo weird. Finn heeft daar zelf voor gekozen. Ze werd zelf een villain. Stop even met vaag doen. Oh nee. Ja, stop maar met onzin lullen. Dit is allemaal niet waar. Je ligt in je graf. Dit ben jij niet. Au, au. Stop met mij raken. Please. Oké, ik moet nu eventjes niet doodgaan in het stuk. Zou heel lullig zijn. Het is echt een heel makkelijk stuk namelijk. Au. Nope. It's time to give up. Give up, Miles. No. Don't do it. Oh, hij zegt no. Hij gaat tegen zijn vader in. Wat een chat. Oh, je mond. Oh, wat. Oh, nee. Nee, ik word gegrepen door de Spider-Man. Dit vind ik erg ongemakkelijk. Hier heb ik niet om gevraagd. Oké, terugstroom. Wat is dat? Oh, dan geef ik juist iedereen weer een group hug. We hebben nu ook een group hug knop. Goed om te weten. Hier, nog een group hug. Yay, iedereen kom hier voor de group hug. Maar hij praat nu tegen Martin Lee in plaats van tegen zijn vader, zeg maar. Oh, slim Miles. Slim. Probeer Martin Lee te breken. Dat gaat echt niet lukken met een paar woorden, hè. Hij zegt nu al 5 jaar evil of zo. Dat gaat niet eventjes lukken in 2 tellen met... Oh, wat? Je denkt alleen maar aan jezelf. Daar is hij, meneer negatief. Yo, wat doe je, bro? Wil je me een knuffel geven? Miles, no. Miles, nee. I'm done listening to you. Losing my dad. Goed zo. It's not what's holding me back. Oeh. I was the one doing that. What? But not anymore. Oh, damn. Wat ga je doen? Wow, heb je zijn powers gestolen? Oh ja, ze hadden natuurlijk een soort connectie of zo. Zo makkelijk. Don't.
Ja. Pak het zwaard. When you're out, find Spider-Man. What? Miles, je praat al sinds dat je vader dood is over dat je hem dood zou maken. Nu krijg je de kans en dan doe je het niet. Het mocht zelfs van Kraven, je had toestemming. Hoezo ontsnap je zelf ook niet? Hoezo ontsnapt hij zelf niet? Jij bent degene die webs kan schieten en rond kan vliegen, niet die oude man. En jij trapt hem naar buiten. Je kan zelf toch ook naar buiten? Of wil je Kraven daar doodmaken? Dat lijkt me niet echt de plek met het hele leger van Kraven aanwezig. What? Hey. Mr. Negative bij Feast. Loopt hij nu gewoon vrij rond? Jij heeft zijn powers niet meer, of wat? Miles has to be there too. Alsnog, dat is een crimineel. I'll go check it out. Nee, Miles zit ergens in een cel. Oké, sorry, maar dat begrijp ik oprecht niet. Oh, wacht. It's Dr. Connors. Sorry, I asked Harry for your number. I just... Yo, Harry, what the hell, man? Come back to the lab. Je leaked mijn nummer. Move the symbiote. The hold that it's already taking on your mind, it's only going to get worse. I'm busy. Damn. Hangt gewoon meteen op. Ah, nee, nou, ja, dat was best wel een chat move. Ik hou van deze nieuwe Peter. Nee, sorry, maar ik snap de keuze daar echt niet van, Miles. Dat is echt weird. Maar ja, ik dacht al dat het zo zou aflopen. Spider-Man gaat nooit iemand doodmaken in de game. Dat is too good to be true, zeg maar. I left the best parts of me here. Oh, goed zo, goed zo, goed zo. Ja, het is gewoon zijn volledige powers. Looking for a fight. Kraven has the other Spider-Man trapped in an old mansion east of the city. He saved me. Told me to find you. Peter denkt vast, what? Hoezo? I owe him my life. Zeker. And much more. Ja, dat heeft hij nu ineens door in 5 minuten tijd. Dat geloof ik niet. Ik voel een backstab. Je moet hem trots zijn. Hij herinnert me aan jou. Meaningless words, nutteloze woorden. Ja, misschien had Miles door dat hij hem niet kon verslaan. Maar dat zou raar zijn. Het is life of death. Probeer het gewoon. A little bit of help now, all of a sudden he's a good guy. As soon as Miles is safe, Lee's going back in a cell. Yup. Sowieso, Peter, helemaal met je eens. Is Spider-Man doing more harm than good? How about now? Wat? Spider-Man hangt gewoon op bij MJ. Voordat hij überhaupt heeft opgenomen. Oh, dat is echt grappig. Destroyed my life. Destroyed my life. Yo, even serieus. Wat zit Spider-Man nu ineens zielig te doen? Hij zit ineens echt emo te doen. Heel depressed. Wow, wat? Was het nou de symbiote die praten? Oké, dat is nieuw. Dit is allemaal erg weird. Maar alsjeblieft, Spider-Man, stop met zo zielig doen. Het is echt triest. Je leven vernietigt. Dat is echt overdreven. Is dit waar dat Colosseum was? Dat geloof ik niet. Is hij nu weer getransporteerd ergens anders? Hallo, it's me. Oké, blijkbaar is er geen optie voor stealth. Oké, dat bestaat niet meer bij Peter. Hij is een boze jongen. Hij is een boze flipping jongen. Hier, mijn symbiote-vlaag is ook in één keer aangegaan. Oh, dit is zo satisfying, hè. Jullie kunnen dit niet voelen, maar je voelt zulke lekkere trillingen in je controller. Het is echt, ze voelen zo nice. Sowieso zijn de PS5-controller trillingen echt super nice. Ik dacht eerst dat het heel gimmicky zou zijn, maar... De trillingen zijn gewoon veel beter dan normaal. Hoppa. Oh, het is zo flipping satisfying. Volgens mij kan ik ook niet eens damage nemen. Volgens mij heb ik gewoon unlimited HP. Hoppa. Zo. En dan doen we eventjes die explosie hier. Boom. Deze gooien. Hoppa. Oh, dit is zo flipping satisfying. Volgens mij heb ik ook gewoon een unlimited symbiote vlaag. Er staat ook rechtsboven niks meer. Nee, ik kan niet meer geraakt worden volgens mij. Wat, dat is zo sick. Om gewoon eventjes de power van Peter te showen. Ja, even eerlijk. Oh ja, hier, ik kan gewoon door de parry heen. Even eerlijk, ik snap wel dat Peter gewoon helemaal wordt overgenomen door dit pak. Dit is insane. Ik hou van de symbioot. Kun je nu even deze dude nog en dan zijn we done. Oh nee, hij. Oké,
Wat ben je allemaal aan het blaren, Peter? Het klinkt echt super edgy wanneer die nu praat. Beetje als zo'n introverted kind die zich ineens de protagonist voelt. De anime protagonist. Daar hier. Yo, wow, misschien wil hij nog antwoorden, bro. Oh, daar. Oh, hij wijst. Oké, kan je iets duidelijker zijn? Jeetje, Spider-Man gaat er nu echt in guns blazing. Maar hij doet ook zo het gat dicht. What? Dat is heel vies. Oh. Oh, dat vind ik echt grappig. Het is zo makkelijk. Zo versla je de symbioot. Nou, dan weten we dat ook weer. Anything can be broken. Oké, stop maar met je rare praat. Doe je explosie dingetje. Nu even niet zo creepy, Craven. Maybe you lack motivation. Ja, maar hij kan ook gewoon zo fluiten. Oh, Miles! Alsof hij wakker wordt van dat fluiten en niet van een army truck die ergens door de muur heen vliegt. Now you're in for it. Wat? Miles haat Peter volgens mij ook gewoon. Hij wordt wakker en zegt, oh ja, nu zul je het beleven. Doeg. Hij denkt niet van, oh, Peter! Yo, er is echt een fitty tussen de Spider-Man. Yo, hij is me gewoon expres aan het opfokken. Damn, hij is heel zelfverzekerd. Nou, ik zal je eens even laten zien waar de echte Spider-Man van gemaakt is. Boom, van een perfecte parry, bro! Get owned, kid! Hier, je ex, die krijg je right back at ya. Hoppa, get on, Craven. Oh, wat de... Wow! Ik werd bijna geraakt, maar echt totaal niet. Wow! Oeh, zag je die parry, Craven? Zag je die? Nou, volgens mij niet, want ik trap je echt 5 keer in je gezicht. Woep! Get dodged, kid. Wow! Wat? Wat zijn dat? Dat zijn landmijnen of zo. Die attack is heel weird om te dodgen. Je hebt niet echt Spidey sense. Die werken gewoon niet daarvoor. Wow, wat? Wow! Ga eraf! Wow! Auw! Auw! Wat gebeurt er allemaal? De camera was echt om te janken daar. Het lijkt echt alsof je een Dark Souls game aan het spelen bent nu. Oh, speaking facts. Yo, Peter! Jij moet gewoon praten en ik vecht wel. Perfecte combo. Break hem. Easy. Stop maar met praten, Craven. Ik ben je gaan inmaken. Doe alsjeblieft... blijf even die parry moves doen. Want die zijn zo makkelijk om te parryen. Dat is echt de makkelijkste parry move ooit. Blijf ze please doen. Wow. Ah, gooit ook ineens een speer random. Nou, dat is bijna het einde van Craven. Sorry dat ik zo stil was. Waarschijnlijk heb ik het meeste geknipt. Maar ja, dit is het einde van Craven. Lekker bezig. Het was wel ietsje lastiger. Hij heeft gewoon hele rare timings. En dit is heel weird. Hoppa, dat was hem. Oké. Gimme Miles. Hij heeft echt geen één crash op zijn gezicht. Jeetje. Die guy is echt veel te sterk. Oh nee. Gaat hij die stomme frequentiezooi doen? Ja, maar dat is gewoon oneerlijk. Ja, maar dat is echt oneerlijk, man. Ja, wij hebben zijn weakness nog niet gevonden, hè. Dat is ook wel dom. Ja, nu kan je letterlijk niks doen. Hij kan je gewoon doodmaken als hij dat wil. Hoe is hij daar ook überhaupt achter gekomen? Dat vraag ik me echt af. Nee, hij gaat nu constant die bel activeren.
Oh, dat is zo irritant. Ik kan nu heel de tijd niet bewegen. Ik krijg heel de tijd een stun. Oh my god. Wie heeft dit verzonnen? Is dit een gimmick die ik niet ken? Wat gebeurt er? Ik word ineens gechoked door Kraven. Oké, please laat dit niet de boss fight zijn. Zeg maar, af en toe kan ik gewoon Spider-Man niet besturen. Oké, ik heb nu de bel gewapt als het goed is. Ja, ik moet nu heel erg focussen, want het is echt lastig. Maar hij gaat de bel elke keer activeren, denk ik. En dan moet ik hem webben. Oké, dus gelukkig hoef ik niet met gare movement bezig te zijn. Hoppa, perfect. Get out. Damn hoor, die symbiote. Die zegt alleen maar kill. Hoppa. Lekker Kraven. Je doet het echt super slecht. Boom. Easy, bro. Je hebt helemaal geen tijd meer om die bel te activeren, joh. Ik ben je alleen maar aan het slaan. Oh, dan doet hij dat. Hoppa, explosie. Nou ja, veel succes. Dan heb je een Spider-Man hoofd aan je muur. Nee, niet die honden. Dat is echt oneerlijk. Wanneer krijg ik mijn companion, mijn Spider-Man of zo? Oké, ik moet deze gewoon in de lucht aanvallen, want Kraven kan niet bij mij komen in de lucht. Oké, dat is een parry aanval. Ja, dat is een beetje gaar. Dat kan je zeg maar niet altijd zien. Ja, ik probeer zeg maar te vertellen. Hier, dat is een parry aanval, maar dat kan je niet zien, omdat er is geen lock-on mechanic en hij wordt onzichtbaar. Hoppa, Kraven is bijna dood. Ik spam al mijn abilities. Hij doet nu alleen maar deze gare stuff. De makkelijke stuff. Ja, dit is het einde van Kraven. Toedeloe, meneer. Toedeloe. Oké. Jeetje, Mina. Dat was wel een stukje lastiger. En nu heeft hij wel krassen en zo. This is gonna be it. Toch niet. Serieus, Peter. Even serieus. Hoezo verpesten de mensen die echt Spider-Man zijn het altijd binnen 2 seconden? Terwijl ik zo erg mijn best doe. En nu ben je mijn hoofd aan het induwen. Ik heb een sterk hoofd. Yo, wat doe ik? Ik heb Kraven gewoon. Nee, doe het niet. Miles. Sorry about that. I just... It's just me. What the... Oké, ik was hier niet prepared voor. Ik dacht, dit is gewoon een van de vele Kraven boss fights die eraan zitten komen. Wat gebeurt er? Nee, ik dacht oprecht, dit is gewoon een soort random Kraven boss fight. Maar nee, echt totaal niet. Wat gebeurt er? Oké, waarschijnlijk ga ik hier hartstikke dood. Oké, poel deze bel. Dat moet. Wat zijn die webshooter attacks? Ook het is zo raar tegen de Spider-Man te vechten. Oprecht. Want hij kan constant zo naar me toe webzippen. En dat ben ik helemaal niet gewend. Oh, en ik parry ook echt totaal niet. Oké, ja, ik ga echt hartstikke dood hier. Maar het zijn gewoon te veel prikkels, oké? Sorry, ja, ik ga echt hartstikke dood. Maar ik vind het zo leuk om gewoon even te kijken naar zijn attacks ook gewoon. Dit is zo weird. Nee! Crap, man. Het is wel echt heel weird dat echt heel de video boss fight is. Dat is echt al de afgelopen 3 video's zo. Het spijt me echt enorm. Oh, en crap, ik gebruik een focus bar, verdom. Maar ja, ik moet echt focussen hiervoor. Dat is ook zo lastig, hè? Maar nu zijn we wel richting het einde van deze. Maar ik kan nog zeker weten doodgaan. Yes, oké, dat is hem. Dat is flipping Peter Parker. Boom! Get down, bro. Uninstall. I did it. Kom op, Miles. You can do it. Versla hem. Oh, wat? Dat zag er zo weird uit. Je personality wordt er niet echt beter van. Oh ja. Dat denk ik ook. Nee, Miles.
Wow, wat doe je? All I want is to save you. I'm the hero. I don't get saved. Peter, zo verschrikkelijk obvious, zo evil. Echt niet normaal. En wat? Ik word meteen in een nieuwe fight gegooid. En ik krijg meteen een arm in mijn beeld. Niet weer! Nee, ik ben zo blij dat ik dat net heb gehaald. Yes, oké, we hebben de bel weer. Ik heb focus nodig. Ik heb focus nodig. Oké, hoppa, finisher, dat is Peter. Goodbye. Later, alligator. Uppercut to the moon. Oh, wow. Oh, damn. Kom op, Miles. Kom op. Ik wil niet nog een ronde. I can't let this go. I'm finally everything everyone needs me to be. Nee. You don't even answer my calls anymore, man. Ik vind het zo weird. Hij is gewoon te evil, man. En dat mensen dat ook nu pas echt doorhebben. Oh, damn. And what about MJ? You could have killed him. Dat is zeker weten waar. Maar het interesseert hem niks. But you're better than this. I know. I know. But... No. Nee, je had hem bijna, bro. Nee, nu moet ik nog een keer. Nu heeft hij 4 armen. Oh, nee. Nee, niet nog een keer. Peter, sterf. Sterf. We zijn zo close. We zijn zo close. We zijn zo close. Yes, dat is hem. Holy moly. Craven, maak hem af. Maak Craven ook af. Holy moly. Eindelijk. Goed zo. Blijf slaan. Blijf slaan. Hij heeft heel veel pijn. Bo, blijf doorslaan. Het boeit niet. Kom op. Please. Hoe lang zijn we al bezig, joh? Zo flipping lang. Oh, wat? Hij gaat de symbioot van zijn hoofd aftrekken. Wow, daar was ik niet klaar voor. En hij heeft zijn suit nog aan. Kom op. Doe het, Peter. Yes. Goed zo, Miles. Hij bleef op die bel slaan en hij is eruit gebroken. Goed zo. Haal het van je rug. Gooi het weg. Al dat spul zit er wel nog. Nee, nee, nee. Weg, 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 weg. Wat doet hij? Oh. Zijn die dingen daarvoor? Zijn dat voor symbiotes of zijn dat gewoon containers? Come on. Let's move. Ja, hij is gewoon ineens veranderd. Het is gewoon echt in één keer weg. Wow, dat is een hele rare switch. Net probeerde je die nog dood te maken. Het was een epic boss fight en ineens je zit... Oh ja, kom op Miles, we gaan. Hij heeft het wel meegemaakt op zijn minst. These last few days. Miles, I'm sorry. Thank you. Maar hoezo werd Harry niet overgenomen? Misschien... Ja, Miles was veel sneller. Of Peter werd veel sneller overgenomen tenminste. Je moet niet die symbioot aan hem geven, Miles. Ben je gek? What now? Ja, dit is zo awkward, man. Je bent dagenlang genegeerd. He said he knows how to destroy it. Wait, what about Harry? Doesn't he kind of need it? His dad is working on another cure. One that doesn't involve aliens. No, if you need me, I'm just a call away. Well, once I let my mom know this, she still has a son. I know. Just glad to have you back, man. Oh, that's wel leuk. Het is wel awkward, man. Nu weet je ook wel wat Peter in zich heeft, of was dat echt alleen de symbioot? Zo'n kort gesprek na al die tijd. Je gaat toch even een pizza bestellen en even uren bijpraten. Ja, oké, wel eerst aan je moeder laten weten dat je nog leeft, maar... Wauw. Holy moly, de grote jacht. En Craven is ook... Waar is Craven? Die is gewoon weer gevlucht. Ik heb de suit af. Het is contained, maar wat doe ik nu? Bring it to Oscorp Tower. Er is een tank daar die het subdue it. Ik moet een paar dingen eerst preppen, maar ik zal je weten wanneer ik op mijn weg ben. One thing before we meet. Now that the symbiote is off of you, how are you feeling? Fine.
Relieved that it's over. Ah, dat wel. It's not your fault. There's still so much we don't know. Just tell me right away if you feel any changes in mood, behavior. But it's off me. I'm cured, right? Very likely. Yes. Just do your best to keep that thing contained. Copy that. Ja, het is ook zo dom van Miles dat hij de ding nu aan Peter geeft. Je bent toch gek, man. Ik snap dat hij veranderd is nu, maar kom op. Kom op, dat is toch obvious. Voor nu ga ik de video hier afsluiten. Smash eventjes op die like. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!